Over 2 dagen is het zover, de Tweede Kamerverkiezingen. Er doen 37 partijen mee. Er is ook een bijzondere nieuwkomer, een Europese partij, Volt. Ik vraag Martin Gavalotte wat zij kunnen betekenen voor het Groene Hart. Welkom bij de Burgerlobby. Fijn dat je tijd vrij hebt gemaakt. Ik hoor vooral heel veel jongeren enthousiast over Volt. Zijn jullie een specifieke jongerenpartij? Nee, dat zijn we niet. Wat we merken is dat heel veel jongeren zich in ons herkennen. En dat heeft een paar redenen. Dat is jongeren zien heel veel dat we er met nationale oplossingen voor grensoverschrijdende problemen niet meer komen. En Volt is ook best wel progressief. En dat vinden jongeren in het algemeen ook wel aansprekend. Omdat ze het gevoel hebben, nou, met doormodderen komen we er echt niet. Maar we hebben zeer beslist geen jongerenafdeling. Want in een kinderkamer geloven we niet. Wij willen jongeren echt zelf mee laten beslissen. Het is van jong tot oud. Als je heel kort samenvat, waar staat Volt eigenlijk voor? Want jullie zijn een relatief onbekende speler. Heel kort. Wij zijn een Europese partij. En wij geloven dat je voor grensoverschrijdende problemen grensoverschrijdende oplossingen moet hebben. Kan je een paar van die grensoverschrijdende problemen benoemen? Best wel, ja. Het klimaat is natuurlijk de meest duidelijke, want het klimaat dat trekt alle grenzen over die je maar kunt voorstellen. Migratie is zo'n probleem. Onze veiligheid. Kijk naar hoe Rusland en China zich de laatste tijd gedragen. Dat zijn wel hele duidelijke voorbeelden. Nu zijn er ook heel veel programmapunten van jullie die overeenkomen met een partij, bijvoorbeeld zoals D66. Waarom is er dan toch een partij zoals Volt nodig? We hebben enige overeenstemming met D66 inderdaad, maar er zijn ook fundamentele verschillen. Bijvoorbeeld, bij onze klimaatambities zijn wat scherper dan die van D66. Wij geloven onder andere ook in het toelaten van de mogelijkheid van kernenergie. We zijn voor volledig gratis onderwijs, dus niet alleen de basisbeurs terug, maar ook collegegeld afschaffen bijvoorbeeld. We zijn voor de oprichting van een ministerie van Digitale Zaken, wat kan helpen in het tegenhouden van toeslagenaffaires en dat soort zaken. En zo kan ik er nog wel een aantal noemen, maar ik moest het kort houden van je. Ja, inderdaad. Als je dan gaat kijken naar wat jij net op tafel legt, zijn dat nou oplossingen die maatwerk zijn voor Nederland? Of kijk je die echt vanuit die Europese visie? Nee, het grootste gedeelte van ons verkiezingsprogramma is echt puur op Nederland gericht. Dus wat dat betreft doen we ook heel serieus mee. Ja, nu zijn jullie zijn relatief nieuw. Jullie zijn in Nederland klein eigenlijk. Jullie gaan, als het lukt, op 2 zetels uitkomen. Dat zou voor jullie heel mooi zijn. Het is een beetje afhankelijk van het aantal kiezers natuurlijk. Maar kan je dan wel een verschil uitmaken? Wij staan op dit moment virtueel, zoals dat heet, op 3 zetels. En wie weet wat er nog in de komende 2 dagen gebeurt. Het is gewoon heel spannend natuurlijk. En weet je, wij hebben een inhoudelijke toevoeging. En op een gegeven moment, als je een nieuw geluid hebt, dan moet je ergens beginnen. En wij denken dat we door dat geluid te brengen, door Europa meer onder de aandacht te brengen, door minder nationalisme de boventoon te laten voeren, dat we daarmee een verandering in de Kamer kunnen brengen, ook als we misschien maar 3 zetels gaan hebben. Nu had je het net over die grensoverschrijdende problemen, hè? Zoals bijvoorbeeld het klimaat, de energietransitie. De oplossingen die daarvoor gezocht worden zijn juist heel erg lokaal. En dan kijk ik bijvoorbeeld, je noemde zelf kernenergie, maar bijvoorbeeld ook windmolens, zonneparken en dergelijke. Als je nu kijkt naar het Groene Hart, kenmerkend voor het Groene Hart zijn die veenweidegebieden, die open landschappen. Horen daar windmolens eigenlijk wel in thuis? Nee, althans, weet je, het Groene Hart heeft een functie die veel breder is dan het Groene Hart zelf. Heel veel randstedelingen, maar ik denk ook veel mensen van daarbuiten nog, gaan daar naartoe om te recreëren. En dat is dus een belang wat we met z'n allen delen hier. Dus dat betekent dat we heel voorzichtig moeten zijn met het neerzetten van windturbines en zonneweiden. Kan je daar als Volt, als Europees georiënteerde partij met je maatwerkprogramma, kijk je dan wel voldoende, kan je voldoende inzoomen op zo'n lokale regio en de dynamiek die daar speelt? Ja, dat is een leuke vraag. Ja, wij denken van wel. Weet je, ik zei net al, wij zijn heel erg van verduurzaming. En als je dan kijkt naar het Groene Hart, dan heb je daar een heel flink aandeel landbouw en veeteelt. Nou, zijn er partijen die hebben in hun partijprogramma staan, we moeten de veestapel gaan halveren.
Maar dat voelt eigenlijk een beetje onzin, want het gaat niet om het halveren van een veestapel. Het gaat om, we willen verduurzamen. Nou, de enige goede manier om dat te doen, jawel, daar komt hij weer, is op Europees niveau. Als je dat niet doet en alleen maar Nederlandse maatregelen gaat treffen, dan het enige wat je dan doet is bedrijvigheid verschuiven naar andere landen. Daar hebben we niks aan. Dat is helder. Ga ik de vraag nog iets smaller maken. Maar hoe hou je dan als Europese partij, ook al zit je met 3 zetels in de Kamer, het contact met de mensen uit zo'n regio? Puur praktisch gezien, puur pragmatisch. Nou ja, helemaal puur pragmatisch. We zullen dat heel erg goed moeten gaan organiseren. Want kijk, wat je het liefste natuurlijk wil, is dat je heel veel volksvertegenwoordigers in de Kamer hebt die allemaal met hun achterban contact hebben. Nou, als het gaat zoals nu wordt voorspeld en we hebben 3 zetels, dan moeten we dat in onze beweging gaan organiseren. Wij zijn in de afgelopen 2 maanden zijn wij gegroeid van iets van 2000 naar 6000 leden. En al die leden hebben ambitie, al die leden willen meedoen. En via die leden gaan wij vooral contact houden. Ja, want zelfs voor bestaande partijen is dat al vaak moeilijk. Hè? Die contact eigenlijk, het zijn volksvertegenwoordigers, maar het contact met het volk is heel moeizaam. Ja, dat is ook een van de dingen die wij heel expliciet willen gaan veranderen. Als je kijkt naar, nou ook persoonlijk speerpunt van mij, is het gaat niet goed met onze democratie. Mensen zijn hun vertrouwen een beetje aan het verliezen. En dat ze vooral ook merken dat ze in hun buurt eigenlijk helemaal nergens meer over gaan. Dus dat moeten we gaan veranderen. En dat is ook, dat heeft te maken met naar mensen luisteren, met mensen de dialoog aan gaan, maar ook met bijvoorbeeld de introductie van burgerfora door mensen veel meer zeggenschap te geven over gemeentelijke budgetten, dat soort zaken. Is de volgende stap de lokale verkiezingen, de gemeenteraad? Absoluut, ja. Ja, wij zijn, ik zal niet zeggen dat we ons daar nu al op aan het voorbereiden zijn, want we hebben het natuurlijk ongelooflijk druk nu. We zijn tenslotte nog een startende organisatie, maar ik weet dat wij zo gauw het donderdag is, beginnen wij met voorbereiden op de lokale verkiezingen, ja. Die zijn volgend jaar? Dat weet ik. Ja, dat weet ik. Mag ik je heel veel succes wensen met het laatste gedeelte van de campagne en natuurlijk de grote dag aanstaande woensdag en straks in de Kamer. Nou, dankjewel Annemarie. Ik vond het erg leuk om hier te mogen zijn en het wordt nog heel spannend, ja. En thuis natuurlijk ook heel hartelijk dank voor het kijken. Ik zie u graag terug bij de volgende Burgerlobby. Blijf vooral gezond en tot snel. Dag!